wel gebeurd. Het antwoord is Egypte. Winnaar onder in beeld. Tot zo. Mevrouw wilde iets aperitieverigs. Beetje bitter, beetje zoet, maar wel alcoholvrij. Meneer wilde iets stevigers. Een drink met een bite. Dus denk ik, Crodino. Crodino. Aperitivo non alcolico. Mevrouw. Het begint natuurlijk allemaal met een goed stuk vlees. Dus niet zo'n zielig mager lapje. Nee, een lekker vet stuk rib bijvoorbeeld. Want vet vinden wij nu ongezond. Nee, wij vinden vet juist heerlijk. En dan tijm, laurier, gekneusde peperkorrels en een paar tenen knoflook. Want zonder knoflook kunnen wij niet leven, toch? Oh, wat ruikt het lekker. Goddelijk. En dan afblussen met wijn. Of zal ik eerst nog even flamberen met cognac? Hup, lucifertje. Dan stoven, afproeven, opdienen. En neem voor Joop nou aan, dat wordt smullen. Als we zin hebben in iets Mexicaans, neem ik Uncle Ben's Mexicaanse saus. Vol knapperige groenten en Mexicaanse kruiden. En lekker snel klaar. Heerlijk. Uncle Ben's Mexicaanse saus. Succes verzekerd. Welk van deze Egon vakantieparken ligt vlakbij de Apenheul? Weet u het? Doe dan direct mee met ons leuke telefoonspel via 06 300 701. En maak kans op een weekend of midweek voor het hele gezin in een bungalow op een Egon vakantiepark. Winnaar in het volgende sterblok. Hey, pst. Mag ik even storen? Ja, ja. Roken tijdens het eten, kan dat? Nee. En na het toetje? Ja. Bestaat er een wet over? Nee. Of kun je het beter samen? Ja. Roken? Ook dat lossen we samen wel op.